Multituli Museum in de Korsjesportsteeg Amsterdam. En achter het bureau van Multituli heeft plaatsgenomen Laura van Hasselt. Zij is secretaris van het bestuur van het Multituli Genootschap. En zit nu heel ijverig haar fragment uit de lockdown Max Havelaar over te pennen. Welk fragment heb je eigenlijk? Ik heb een beetje een raar fragment uit Max Havelaar, waarin hij het heeft over de beeldschone vrouwen in Zuid-Frankrijk. De mooiste op de wereld. En hij heeft het over hoe verheven die schoonheid, hoe bovenmenselijk, het is allemaal schitterend. Totdat hij helemaal gek wordt omdat een van die vrouwen haar neus snuit. En wat ik shocking vond aan die passage is, het is niet zij die haar neus snuit, nee haar vader of man snuit die neus. Ik denk, kan die vrouw dat in godsnaam niet zelf? Maar Max Havelaar is om een heel andere reden boos. Hij zegt, ja, maar zo'n beeldschone vrouw, zo'n schitterende neus, daar mag helemaal niet tegen gesnoten worden. Dat is natuurlijk idioot en een schande en een misdaad tegen die schoonheid. En dat vond ik eigenlijk nu in deze tijd zo'n mooi fragment, omdat zoiets onschuldigs als je neus snuiten, is in coronatijd een misdaad geworden. Je durft het zelf echt niet meer te doen. Als je iemand anders het ziet doen, dan schrik je terug. Ah, corona en neus snuiten. Dus zelfs daarin was die visionair. Ja, dat is heel mooi gezegd. En Laura, jij bent historicus. En je bent bezig met een proefschrift over Van Egen. En dat is een, nou goed, er zijn veel Van Egens. Maar dit is een 19e eeuwse Van Egen tijdgenoot van Multituli. Dus je zit ook heel goed eigenlijk in die 19e eeuw. En in het neussnuiten in de 19e eeuw. Neussnuiten is wel een nieuwe vorm, maar nee, ik ben veel bezig met die 19e eeuw. Die vind ik fascinerend, omdat er dan zo ontzettend veel gebeurt, maar ook op zulke verschillende manieren. Kijk, Van Egen die was ook een wereldverbeteraar, maar die deed het allemaal heel comme il faut. Hè? Hij behoorde tot de elite van Amsterdam. Hij zamelde geld in voor de aandacht van het Vondelpark, voor musea. Fantastische figuur, maar helemaal zoals het hoort. Ja, maar een soort van Lennep, zou ik maar zeggen, die ook weer met Multituli te maken had vanwege de uitschrijving van de Max Havelaar. Absoluut. Zo iemand. Die kende elkaar ook goed. Die begaaf zich in dezelfde kringen. En het aardige van Multituli is natuurlijk dat hij zich helemaal niet in die kringen begaf. Tegen alles en iedereen aanschopte, want iedereen ruzie kreeg. En toch de wereldverbeteraar der wereldverbeteraars. Ja, nou fantastisch. Ja, dankjewel.